Deze aflevering van Praatje met Dalfsen is mede mogelijk gemaakt door Quavita Watervitalisering. Reis door de gemeente Dalfsen en ik zoek ze op. De mensen met een mooi verhaal of met een leuke job. Vandaag spreek ik een man die voor de samenleving leeft. Het is Hans de Boer die Dalfsen altijd voorgezeten heeft. Op dit moment ben je nog voorzitter van de historische kring Dalfsen. Dat doe je ook alweer heel veel jaar. Ik ben daar, kijk, Jan Sievers benaderd, maar ze hebben ook bij de historische kring. Iemand nodig die niet in eerste instantie historisch is, weet je wel. Daar heb ik ja tegen gezegd en de eerste opdracht was om huisjes te krijgen. Want men zat in woonkamers, iedereen zijn eigen doel. Bij Ab thuis werden de zonder Dalfsen ingepakt en verstuurd. Hè. Nou, en Jan Sievers zat met zijn 1945 boven in het gemeentehuis, voor een gemeentehuis. Ja. Jan Rozing, die hadden dat fotoarchief daar met de gemeente, het gemeentefotoarchief. Ja. Dus dat moet eigenlijk bij elkaar gemaakt worden. Nou, toen ging ik op pad, dat was mijn eerste opdracht. Nou, luister, dus hebben we nog eens flink liggen steggelen met onze wethouder Ophof. Die we eerst in het pluspunt, onder het pluspunt wilden hebben. Maar... Pluspunt was de ouderen, zoals ja, ja, maar dat voor de MAVO. Maar dat wou ik niet veel te veel geld van hebben en dan zeiden, dat hebben we niet. En op een gegeven moment toen kwam de moe van ja, de wereldwinkel, wat nog eens en nog eens is, die gaat eruit. Die ruimte komt vrij. Ja. In het Beatrixgebouw. Ja. Nou, en daar hebben we het graag ja tegen gezegd. Ja. Ja, toen had ik vrij snel ook kwam toen toch met de behoefte, hè, want toen het Schilderijmuseum ik dat we bemoeien is, gaan zo, nou, we moeten iets hebben en toch wat ook de mensen naartoe komen. En toen zijn we dus met het schilderijpand bezig geweest. Het postkantoor. Nou, dat is allemaal niks geworden. En dat, toen kwam het terechtkomen doen. En dat was, nou, hadden ze ons wel eerder mogen informeren van. Maar dat speelde een hele poos in gedachten bij Paul, wat ik niet wist. Ik werd het heel veel, maar dat we dat terechtkomen moesten. We hebben in het begin tegen verzet. Nou, we willen eigenlijk een infocentrum met museale mogelijkheden. Maar ook een bezoeker van die dorp. Maar ik blijf nog steeds beweren, en er wordt nu wel wat aan gesleuteld. Maar een bezoeker die Dalfsen binnenkomt, dan kom je, stel dat je met het station met de trein aankomt, die op Dalfsen binnen, kun je bij de Zeepedeuk door, bij Van der Most een kop koffie gaan drinken. Nou, dan kun je even door het dorp lopen, de kerk is die open, dus kun je even van binnen bekijken. Dan kun je nog even om je heen kijken en dan kun je door de Boemerad staan, kun je als een bordje bij de postkantoor aan bewonderen. Je kunt langs de synagoge terug, op de molen die door de week dicht, en dan heb je het gehad. Je komt niet binnen terug. Je hebt geen VVV, je komt niet bij de trefvoer, je hebt geen VVV, je hebt geen informatie over Dalfsen, niks. Dus ja, ik had er wat, we hadden wat in gedachten, daar kunnen wij mooi invulling in geven. Museaal ook wat meer, dan kan wat schilderijen hoe kijken, dan lopen geen duizenden mensen binnen. Maar hier was veel meer, we wilden niet allemaal oude spullen, maar er was hier in Dalfsen zo meer, een specifieke rijverhaal. Dus het zijn echt wel wat bijzondere dingen. Hebben jullie nog plannen in die richting om toch nog het centrum iets te doen? De trefkoelen leed zit daar niet voor. We hebben nu ook even daar afscheid van genomen. We hebben gezegd, als het bijzonders is, dan laten we dat zien. Nou, in wezen, we hebben na die opgave heel goed contact met de gemeente gekregen. Ja. En we doen nu trek ook samen op. Ja. En wat er in de gemeente, kijk alleen maar lof over wat daar staat. Hè. Dus staat onze naam ook bij, maar dan kun je... Zo is het natuurlijk voor je leuke dingen laten zien, maar we gaan niet meer museaal. We hebben wat museale dingen, doen we wel. We proberen er wat te houden. Nou, we hebben een haal achter de grote haal in de trefkoelen. Even een jaar lang hadden we nog of alle koningen in en koningen zijn in Dalfsen geweest. Een hele galerij hangen. En nu hangt daar allemaal de opgravingfoto's. Het is ook wel een boeiende club, het is een beetje bedrijf eigenlijk weer, maar er werken een 100 vrijwilligers. 100 vrijwilligers. En in die werkgroepen. En dat is heel goed georganiseerd. Dus
ik zeg wel, de zaken zijn beter georganiseerd dan mijn bedrijf waar ik werk, want we hebben een coördinatiecommissie die coördineert de hele zaak. Dus de afspraken, wie staat er dan en wie staat er dan, keurig iedereen van stil jaar vastgelegd. En, er wordt heel veel geproduceerd ook. Hè? Ja, en hoe ze actief zijn. En we hebben nou, ik heb wel een buurtdorp, maar ik heb Honost en Nemenveld deden afhankelijk niet mee, die deden wel wat. Nou, we hebben ook het label geroepen. En ik heb er, dat mag ook vrij gespannen, organisatorisch dan. Nou, we hebben nu de oude gemeente Dals helemaal belegd. Hè? Ja. En, nou, nu leuzen hebben we daar wat minder contact mee, maar die heb ik op een andere insteek. Maar het is gewoon het is ook leuk. Ja. En we hebben gelukkig ook door, en dat er ook terecht voor gekomen, dat wij ook wat meer vrijwilligers zijn binnenkomen waaien. Want je moet verjonging hebben, en verjonging is voor. Is dat een andere leeftijd dan de andere organisaties? Hoe oud ben je als je jong bent bij jullie? Nou, dan ben je 65, denk ik. Ja. Ja, mooi. Over historie gesproken, dan gaan we even afronden. Jij hebt al een paar keer genoemd, ik was met Aukje op de ijsbaan. Aukje is je vrouw, hè? Ja. Jullie zijn al, hoe lang zijn jullie al samen? Zeg maar, Aukje. Weet jij het niet? 55 jaar. Nou, je praat een woordje mee. Ja. 55 jaar. Op de ijsbaan in het donker hebben jullie elkaar ontmoet, begrijpen zo'n beetje? Nou, blare schobbel, hè? Oh, daarvoor al? Ja, je hadden we net geen consultatiebureaus, anders waren we daar elkaar al ontmoet. Oké, maar je had eerst ontmoeten en later werden we wat closer. Ja, het schaatsen was dan wel. Ja, dat en toen jij met je baan kreeg hier in Heidemeijs en jullie verhuisd, ja, samen, zijn, was je toen al getrouwd? Of? Nee, we zijn toen getrouwd. Ja, moest je trouwen voor je samen ging wonen. Je moest toen eigenlijk trouwen om hier te kunnen wonen, begrijp ik dat goed? Ja, samen goed, in het boerderijtje niet, want dat kon ik zo intrekken natuurlijk. Dat was Heidemeijs die dat regelde. Dan was je alleen? Nee, je was samen, we waren wel getrouwd. We zijn in december getrouwd en we zijn in februari zijn we daarin getrokken, of in maart ingetrokken. En hebben jullie ook kinderen gekregen? Ja, weet ik. We hebben drie zonen. De oudste zoon is geboren, wat ik net heb gezegd. En de andere twee zijn geboren tegenover in het huis met het puntdak, waar nou schroten woont. Je hebt heel veel teken voor Dalfsans en daar mogen we blij mee zijn. Heb je, dacht ik, ook van de koningin nog eens een keer een beloning voor gehad, toch? Ja, ook een keer beloning voor. Die is ook een keer overgekomen om jou te spelden. Ja, toen had Peter Slager me voor de gek. Oké. Die had je net gemeentehuis gelokt, of zo? Nee. Peter Slager had een afspraak met Tsjechen over de bosbouw. En je weet dan wat van bosbouwgroep weet je nou wel het een en ander aan zeggen. Een afspraak in het gemeentehuis en dan gaat er ook een beetje van de gemeente mee. Mm. Ja, dat is zo werkt dat. Ja. Zo kwam jij met een hoofd vol bosbouwkennis, opgefriste bosbouwkennis. Dus ik stond bij de gemeente, ik weet nog welke stoep bij de gemeente, en kinderen zaten er wel in de zaal. Die waren al ingezijnd. Ja. En er stond Elvis, die stond op, Hans, je bent veel te laat. Ik zei, wat? Ik was de laatste van de 16 geloof ik niet binnenkwam. Ja, Hans, als jij nou zelf niet zozeer een lintje, maar een pluim moest uitdelen aan iemand of een organisatie in de gemeente, en dan bedoel ik niet je lieve oudje natuurlijk, maar hier in de gemeente Dalfsen, waar zou jij die aan schenken? Ja, dat is moeilijk, maar de net wat vertreinen. Ik zit nog in een historisch gebeuren. En zo op Goudbeek, dat is echt ook al geridderd. Maar ook een uniek persoon, hoe die ook in Dalfsen uitstraalt, hoe die openstaat voor mensen, iedereen mee laat denken, mee laat werken. Dat zijn geweldige kerels. Ik denk ook voor Dalfsen en Erwin Wennemaas, die toch bekend is in Nederland, maar ook Dalfsen daarin meeneemt. Hè? Dan ook de ijsgeestheid, hij traint ook nog pupilletjes en zo, dus die ook waarderen waardoor ze groot geworden zijn. En ja, dat zijn mensen die, daar heb ik altijd, er zijn er meer in Dalfsen. Maar dat zijn namen die mee boven. Misschien is al in je korte gesprek even boven. Ja. Nou, ik vind dat de burgemeester dat ook wel keurig doet. Hè. Hij is ook een landelijke knaap geweest. Ik woonde al lang in Dalfsen. Nou, ik heb met zijn vrouw toen naar de schaarwaterfront nog thuis hadden we hem te vergaderen. Maar hij ook, hoe hij dat ook meedraagt.
Ja, dan denk ik dat Dalfsen momenteel op zich goed voorstaan. Er zijn ontwikkelingen welke ik jammer vind. Hè? Ik zou dat gemeenteraad niet neergezet hebben. Hè? Maar dat hou je denk ik in ieder dorp, hou je dat dingen anders doet. Maar ik hoop alleen dat we met elkaar redelijk blijven omgaan in deze gemeente. En dat zal best lukken. Wat is dat redelijk omgaan? Nou ja, je kunt natuurlijk geweldig, ja, van die, nou, soms heb je van die actiegroepen waar je elkaar bijna opvreet. En daar hou ik niet van. Proberen in overlegssituaties, in de consensus met elkaar tot een oplossing te komen. En respecteer elkaar in je gedachten. Denk je dat dat ook eigenlijk en dat is, dat gaat de basis is van waarom het in Delfsen over het algemeen, ja, gemeentelijk, bestuurlijk, verenigingsbestuurlijk, eigenlijk behoorlijk goed gaat? Ja. Dat is mijn beleving en dat richting allerlei groepen, geloofsgroepen, andere groepen, je accepteert elkaar en met elkaar heb je dan een goede gemeenschap. Ja. Je gaat er niet op gelijkheid, je kunt hier gelijk wel willen gaan halen, maar dat lukt niet altijd, dat lukt niet altijd. Hans, heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. Delfsen heeft heel wat aan jou te danken, dat mag ik rustig zeggen, en via jou ook aan je achterban, aan Aukje, want die heeft het thuisstond verzorgd. Dus heel fijn om met jou te horen waar je allemaal bij betrokken was en hoe dat allemaal gegaan is vroeger. Dankjewel en graag tot de volgende.